Goedemiddag, welkom bij Stichting Erfgoed Stijn, waar we in samenwerking met Gilde de Graven een workshop gaan houden om kleden van een duinpotje, een wandkeramisch duinpotje. Ik heb dat eens gedaan voor Gilde de Graven voor volwassenen in Münsterveen. En dat is zo goed bevallen dat we zoiets hadden, nu gaan we het ook op locatie doen voor de kinderen. En ik moet zeggen, binnen enkele dagen was de hele workshop volgeboekt. Dus we gaan er een hele leuke middag van maken. De kinderen houden we lekker creatief bezig. En met de ouderen gaan we het museum in en ga ik wat uitleg geven. Nou, het programma ziet er als volgt uit. Ik neem jullie dadelijk allemaal even mee naar het museum. We maken hier een heel kort rondje, dat doet misschien een kwartiertje, 20 minuten. Hier zijn we in het museum in Stijn. En dat heette vroeger het Museum voor Grafcultuur. Maar dat vonden de mensen, vinden dat eigenlijk een beetje akelig. Grafcultuur, daar verwachten ze eigenlijk een museum met allemaal doodskisten en enge mensen en dergelijke. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Maar we hebben de naam een beetje veranderd en het heet nu Archeologisch Museum Stijn. Wat we hier doen is uitbeelden hoe vroeger mensen werden begraven. Beginnen we met helemaal in de steentijd, dus heel ver voor de geboorte van Jezus. Dat is dit. En daar gaan jullie de potjes maken. En onthoud dat nu even goed, want hier staan die potjes. En hier zien jullie de versieringen die jullie ook moeten gaan maken. Dus jullie moeten af en toe hier naartoe komen en kijken naar die versieringen op die potjes van, hey, hoe deden ze dat vroeger? En die werden zo begraven in een hurkhouding. En als je goed kijkt, dit noemen ze een lijksilhouet met een moeilijk woord. Als je goed kijkt, zie je de afdrukken, zie je nog in de grond zitten. Goedemiddag allemaal. Welkom in het Archeologisch Museum in Stijn, waar we vandaag zijn met een aantal kinderen. Ik ben coördinator bij Gilde de Graven, een vrijwilligersorganisatie uit Münsterveen. En Gilde de Graven heeft in samenwerking met Rens Dormans, onze archeoloog van vele lezingen en cursussen, heeft vandaag iets georganiseerd voor kinderen in Stijn. Dus we gaan een potje kleien en daarna er een mooi randje omheen maken. Nou, een beetje zielig potje. I am William. I am 11 years old. I come from England, United Kingdom, and I live in East Suffolk. So I really love craft, and this is my niece, Elsa. Ik ben Elsa en ik ben 8 jaar oud en ik zit in groep 5. En wie heeft jou dit zo goed geleerd? Nee, papa en mama. Dus je knutselt heel veel? Ja, heel veel. En jij, Elsa? Je bent knutselmeid. Ja. Nu het potje gemaakt, maar Elsa die vond ineens het potje van haar neefje veel mooier omdat hij een leuk onderkantje heeft. En natuurlijk helpt hij zijn nichtje dan door dat net zo mooi te maken. Hallo, ik ben Frank Faber, ik ben 10 jaar oud en ik zit op de Spontalander.